Stichting Suriname Muziek en Entertainment, SUMUENT, heeft de vrouwen en verpleegkundigen van het Diaconessenhuis en het Academisch Ziekenhuis een aparte moederdag bezorgd. De stichting deed dat door middel van een zingende boodschap via een soundtrack. SUMUENT-voorzitter Theo Klarke zegt dat voor deze vorm is gekozen om ook de muziek- en entertainmentindustrie een boost te geven. De artiesten worden dichter naar het publiek toegebracht. Klarke vertelt wat het doel van deze zingende boodschap was. Met de hele COVID-situatie in het land heeft het ook betekend dat de entertainment sector, dus met name nu de artiesten, minder verdienen omdat er geen gelegenheden zijn om op te treden zoals ze dat gewend en gewoon zijn. En aan de andere kant vanuit diezelfde COVID-situatie ook, met moeders in gezondheidsinstellingen die dus moeilijk of geen bezoek kunnen krijgen van hun lobbywangs. En was het dan twee vliegen in één klap, omdat diezelfde entertainment gebruikt kan worden om die moeders een beetje op te peppen, die lobby voor ze te brengen en tegelijkertijd dan ook voor die artiesten een gelegenheid om op die dag iets erbij te verdienen, een inkomen te hebben. En dan met hun talent de moeders in de gezondheidsinstellingen van dienst te kunnen zijn om ze op te peppen en ook de moeders die op het werk waren. Klarke zegt dat de artiesten heel enthousiast hebben gereageerd toen ze werd gevraagd om voor de moeders en vrouwen op te treden. Elk een helemaal onder de indruk van het effect welke het gehad heeft. Ook Sulile Blinker, helemaal in die vibe. Zelfs meneer Malu die ons gereden heeft, die was helemaal enthousiast. Dus alle artiesten en alle mensen aan boord, die waren helemaal enthousiast over het hele gebeuren. Het is zo goed te gaan dat we zelfs nu willen kijken richting Vaderdag. Dus ja, we hebben sponsors nodig weer om het op gang te brengen. Ik moet erbij zeggen dat ook bij de eerste een paar sponsors zijn geweest die erachter hebben gestaan en een bijdrage hebben geleverd dat we het konden uitvoeren. Dus we kijken nu richting Vaderdag en we zijn op zoek naar sponsors om dit weer te kunnen uitvoeren in verband met Vaderdag. Dat was Theo Klarke, voorzitter van Stichting SUMUENT. Hij sprak over de moederdagactiviteit van afgelopen zondag bij het Diaconessen en het Academisch Ziekenhuis. De stichting zal proberen een soortgelijke activiteit te organiseren in verband met Vaderdag.